Het was afgeladen druk op de vrijmarkten in Den Helder en Julianadorp deze Koningsdag. De slechte weersvoorspelling leek niet op te gaan voor de Noordkop. En zowel de uitbaters van een kleedje als de struinende koopjesjagers maakten hier dankbaar gebruik van. En hoe gaat de verkoop? Een beetje goed, maar ook een beetje slecht. Ja, hoezo? Omdat ik nog niet zoveel verkocht heb. Dus betaalverzoeken, QR-codes. Ja. U doet er alles aan om alles verkocht te krijgen? Ja, natuurlijk. Je moet het tenminste zo makkelijk mogelijk maken om de cent uit de zak te kloppen. Laat ik het zo maar zeggen. U heeft al een goede slag geslagen, zag ik. Ja, zeker. Ja. Ja? Ja. Heeft een mooie nieuwe jas gescoord? Ja, ook. Ja. Okay. Bent u nog naar iets specifieks op zoek? Nee, eigenlijk niet. Gewoon kijken. Ik zag je net al een mooie jas verkopen. Ja, klopt. Net die man de jas verkocht, dus die was er erg blij mee. Dus ja, en wij ook. Ja, dus het loopt wel lekker op zich. Ja, gaat wel goed. Heel veel mensen leven natuurlijk een beetje toe naar de Koningsdag en naar de rommelmarkt. Geeft een bepaalde sfeer. Is dat voor jullie ook zo? Ja, wij zijn er altijd wel een paar weken van tevoren mee bezig. Ja. Ook mijn vrouw, zijn moeder, die doet ook alles schoonmaken en inpakken voor ons. Dus dat is echt wel een dingetje bij ons hoor, Koningsdag. Ja. Dames, hoe gaat de verkoop? Nou, heel goed. Ik ben bijna los. Bijna los al? Echt bijna los. Ik heb nog een mooie boot. Die wil ik nog verkopen. En voor de rest, nee, het gaat echt goed. Wat is nou zo leuk aan de rommelmarkt? Ja, wat is er zo leuk aan de rommelmarkt? Ja, ik vind het zelf heel leuk om gewoon dingetjes te verkopen, mensen bezig te zijn en een paar leuke centjes aan over te houden. Dat is ook wel prima. Dat is eigenlijk een beetje het idee erachter. En dat het thuis een beetje opruimt, hè, dat is ook wel belangrijk. Dus je bent vroeg begonnen vandaag? Nou, ik moet even eerlijk zijn, ik was er 6:45. Toch vroeg, hè? Dat is toch best wel vroeg? Dat vond ik ook vroeg. Maar iemand ging u voor, heb ik het idee. Ja, precies. U was nog vroeger? 6:15 en nog te laat. Nog te laat? Ja, ik wilde eigenlijk in de zon staan, maar dat kon niet. Ja. En heb je nou nog specifieke verkooptechnieken? Lullen als brugman. Ja. En vriendelijk lachen. Ja. Is de markt een beetje geslaagd? Ja, zeker weten. De weergoden zijn goed gezien. Prachtig mooi weer, drukte. Het was meteen om 7:00 al, stond eigenlijk al zo vol. We wouden hier en daar nog wat dingetjes afzetten, toegang voor de winkels. Maar groot succes weer. En een hoop blije gezichten, een hoop blije mensen. Dat is helemaal top. Ja. Ook bij de markt rond MFC de boerderij in de Schoten zat de sfeer er vanmorgen al goed in. Dames, jullie zijn het sfeerteam, hoorde ik. Hoe is de sfeer? Ja, goed. Straks nog beter. Ja, en waarom straks nog beter? Nu open. De bar is vanaf nu open en de mensen kunnen straks gewoon lekker komen. Vanmorgen vroeg al begonnen, dus ik ben al bijna klaar. Ja, en hoe laat was u hier? We zijn 6:00 opgestaan vanmorgen. En nou hoorde ik net dat u niet hier uit de buurt komt? Nee, ik kom uit Brabant, uit Tilburg. En wat brengt u dan vanuit Tilburg helemaal hier? Nou, mijn zussen. We staan met 3 zussen, dus en ik denk van nou, vind het ook wel een keer leuk om wat spulletjes te verkopen. Dus. Hoeveel heb je opgehaald, denk je? 50 euro. Oh, dat is best wel veel. Ja. Welke liedjes speel je allemaal? Wilhelmus, Caribbean Drinks, een beetje van alles wat ik al heb geleerd. Okay. En wat is je favoriete liedje? Wilhelmus, dat is best wel makkelijk. Was je hier al vroeg vanmorgen? Ik was hier al om 6:00 zowat. Zo. Lekker fanatiek? Ja. En dat was best wel vroeg uit bed, maar we verkopen goed. Dus. En wat vind je nou zo leuk aan de markt om hier te zijn? Nou ja, dat alle mensen gewoon rondstrunen en kijken wat ze willen. Wat is nou de beste verkooptechniek? Nou ja, gewoon de prijs goed omhoog krijgen natuurlijk. Ja. En hoe doe je dat dan? Nou ja, als iemand zegt 3 euro, dan zeg je 3,50 en dan zo steeds hoger gaan. Ja, ja. Het wordt wel strak onderhandeld vandaag. Ja, zeker weten, want je wilt natuurlijk wel de hoogste prijs.